Nergens in de Surinaamse wet is er een verbod op een militaire vakorganisatie, zegt defensieminister Krishna Kumari Mathura. Zo reageerde ze afgelopen woensdag tegenover journalisten op de oprichting van een militaire vakorganisatie. De bewindsvrouw zegt notitie te hebben genomen van de oprichting van de vakbond. Echter heeft ze nog geen formele informatie ontvangen. Terwijl Mathura de officiële informatie afwacht, geeft ze wel aan dat er wel in de wet is opgenomen wat een militaire vakbond mag en wat niet. Bijvoorbeeld vergaderen in militaire ruimtes, pressiemiddelen gebruiken en dat soort dingen zijn in de wet verboden. Ik heb het niet allemaal bij de hand, maar er zijn wel richtlijnen gegeven in de wet, wettelijke richtlijnen. Zolang ze daar rekening mee houden, is er geen enkel probleem. Laat me dit zeggen, ik ben voorstander van inspraak en medezeggenschap. Omdat dat heel belangrijk is. Dat is ook bij het overlegorgaan en dat is ook wat bij elke vakorganisatie is. We hebben heel jammer genoeg in dit land een beetje een bittere ervaring met de vakbond bij het Nationaal Leger. Dus die geschiedenis van een vakbond bij het Nationaal Leger, ja, is niet... Of laat mensen herinneren met onprettige gevoelens. Dus dat is niet in ons voordeel en niet in het voordeel van militairen. Het achtervolgt het Nationaal Leger al heel veel jaren. Dus dat kunnen we niet wegwissen uit de geschiedenis. En dat wordt mede meegenomen wanneer men een oordeel heeft. Minister Mathura wijst erop dat militairen ook werknemers zijn. Dus hebben zij ook recht op inspraak en medezeggenschap. Deze aspecten zijn belangrijk in het leger, laat Mathura weten. En ik als minister en leidinggevende zal altijd me inzetten voor de rechtspositie van militairen. En ik heb eerder al gezegd, wanneer militairen rechtens aanspraak maken op iets... Dan zal ik mijn uiterste best doen om dat ook waar te maken en dat ze dat ook te geven. En ik heb daarnaast ook aangegeven dat inspraak en medezeggenschap zorgt dat je een professionele organisatie hebt. Dat de kennis en kunde van brede groepen militairen gebruikt wordt. Minister Mathura gelooft dat een vakorganisatie zal bijdragen aan gemotiveerde manschappen en dat ze competent zijn om hun werk te doen. Maar ze hoopt ook dat hiermee soldaten zich houden aan de kernwaarden van het Nationaal Leger. Als de vakorganisatie ook achter deze waarden en normen staat, zal de minister er geen problemen mee hebben.